Later, pik. Later. Yo, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit allemaal batterij bijna leeg, dus ik ga vandaag overleven met een bijna lege batterij. Dat is kut, maar hey, dat is wel reality. Ik heb nog echt niks ontbeten. Ik heb alleen maar op mijn bed gelegen. Ik ga straks denk ik lekker douchen, want ik heb eigenlijk nog helemaal geen trek. Ik voel me zo lui, maar ik ga vandaag dus vanmiddag ongeveer naar huis. En vanochtend heb ik allemaal dingen geregeld. Ik moet nog mijn afstudeerding regelen, mijn plan van aanpak moet bijna ingeleverd worden. Terwijl die wel al klaar is, maar dat inleverprogramma is echt heel naar. Onstage heet het, ik weet niet of jullie het kennen, maar ik heb het dus wel via mail ingeleverd, maar het moet officieel via Onstage, maar daar kan je het nog niet inleveren, dus dat is heel vervelend. En verder heb ik contact gehad met een nieuwe baan. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar ik ben aangenomen. Volgens mij heb ik dat helemaal niet gezegd. Maar ik heb in ieder geval, daar ben ik over gebeld. Dus waarschijnlijk begin ik morgen mijn eerste werkdag. Ja, en dat is eigenlijk wat ik tot nu toe geregeld heb. En ja, dan ga ik nu dus even douchen. En dan straks verder met de dag. En ik neem die gewoon weer mee, net zoals altijd. Dus ja, doe alvast even een duimpje omhoog voor deze vlog. En dan gaan we verder kijken. Of ja, ik ga niet kijken, maar ja, yeah, you get the point. Lekker een volkoren cracker met pittige hummus. Of pikante hummus. Dit is echt een van mijn favoriete hummus geworden. Ik weet eigenlijk nog steeds niet. Waar hebben jullie vandaan eigenlijk? Aldi. Hebben wij een Aldi in de buurt? Nee, volgens mij wel in een Lidl. Weet ik niet zeker, maar anders ga ik hem ook een keer halen. Als je een Aldi in de buurt hebt, koop deze, want hij is heel lekker. Hij doet me ook een beetje denken, gek genoeg, aan filet americain. Ik weet niet, maar gewoon qua kruiden en zo. Ik vind hem gewoon heel erg lekker, dus deze. En als je nu denkt van, wat eet je weinig? Ik heb nog nasi van Jeff. Dus dat wil ik als soort van middag eten, brunch. Of ja, eigenlijk is het nu al een soort van brunch. Ik eet een beetje laat. Maar daarom dacht ik neem dan maar één cracker, omdat ik er zin in heb. En daarna eet ik dan de nasi van Jeff. Dus die nog gevonden. Ja, die had Jeff toen gemaakt. Goed verhaal. Lekker eten. En nog één cracker met echt het laatste beetje. Ik heb echt helemaal leeggeslapen. Ja, vegan nasi van Jeffrey. Woehoe. Nou, ik heb mama net geholpen met het verhuizen van de kelder. Dit gaat allemaal weg. Ik weet niet of je het ziet. Heel veel glazen dingen. Dit gaat weg. Heel veel vuilniszakken weg. En we hebben weer verhuisdozen gevuld. Met mijn mooie handschrift. Breekbaar, vazen en potten voor de kelder. Echt zo'n lelijk handschrift. Echt niet normaal. En de bovenste planken zijn nu leeg. Die waren eerst stonden helemaal vol. Dus ja, weer een productief dagje. En nu ga ik er vandoor naar de trein en dan richting huis. Ik moet straks werken voor het eerst vanuit huis. Dus dat lijkt me ergens wel weer rustgevend. Dat ik dan vanuit huis werk niet weer naar werk toe moet reizen. Dus ja, voor het eerst vanuit huis werk. Ik ben benieuwd hoe het gaat. En ja, dus ga ik even nog wat toilet en dan gaan we er vandoor. En dan tot zo in de trein of tot zo als ik thuis ben. Dus dag. Nou, ik ben echt net thuis. Hakken uitgedaan. En de bloemen van mama staan er nog. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar ik had hele mooie bloemetjes gekregen van mama. Ja. En ik kan meteen aan het werk. Want ja, ik moet nu dus werken vanuit huis. Dus dat is wel chill ergens. Nu kan ik straks lekker mijn thee zetten en zo. Maar ik ga me dus even voorbereiden op dat ik ga werken. Alle pagina's openen en dan zet ik de telefoon aan. En dan ga ik even klantservice van het huis doen. Dus tot zo. Oké, deze girl is alleen thuis. Er komen heel even geen telefoontjes. Heel even rust op werk. Waar denk je dat ik zin in heb? Jullie raden het echt nooit. Rijstvellen! What else? Dus ik ga dat lekker maken. En ik heb er zoveel zin in. Echt. Als ik het een paar dagen niet gegeten heb, dan krijg ik afkikverschijnselen volgens mij. Dan is het echt zo van, ik moet dit weer eten. Het is echt rijstvellen. Als je nog nooit in je leven hebt gemaakt, echt, maak het. Je gaat jezelf zo dankbaar zijn dat je ze een kans hebt gegeven in je leven. Want echt, rijstvellen zijn de shit. Het maakt niet eens uit welk merk je koopt. Het is altijd lekker. Het is echt geweldig. Dus ik ga die shit nu even maken. En dan, ga ik zo weer werken. En dan komt Jeff daarna thuis. De Jeff komt om 10:30 thuis of zo. En ik ben even klaar met werken. Dus het komt heel goed uit. Dus kan hij geen lawaai maken terwijl ik aan het werk ben.
En ik vind het dus wel chill dat ik hier even eten kan maken. Want normaal bij werk, dan maak ik ook vaak wel eten. Maar dan heb je daar vaak heel korte tijd voor. Want je moet toch de telefoon eigenlijk aanlaten. Ik heb de telefoon nu bijvoorbeeld wel aanstaan. Dus als er nu iemand belt, dan moet ik sowieso snel stoppen met vloggen. En stoppen met eten maken. Dus ja, eigenlijk tot nu toe bevalt het wel om vanuit huis te werken. En ik hoef gewoon niet een uur daarheen te reizen. En ik betaal niet 10 euro reiskosten. Dus dat is ook super chill. Dus wie weet, als dit bevalt en als ik als het mag van de baas. Nee, nou, alleen mijn broertje doet verder de leiding. Dus ik moet wel met mijn broertje eens zijn. Als het nog een keer mag. Maar tot nu toe vind ik het wel chill. Ik bedoel, ik maak sowieso al 10 euro winst. Dat ik niet naar werk hoef te reizen. Dus dat is wel super chill. Dus ik ga nu even eten in de tijd dat het nu rustig is. Want ik denk dat mensen, het is nu 6:45. Dus ik denk dat mensen nu allemaal een beetje nog aan tafel zitten. Aan het eten zijn. Dat ik daarom geen belletjes heb. Omdat het toch een rustige dinsdag is dan. Of is dit? Nee, maandag. Het is maandag. Wow. Maar omdat het toch een rustige maandag is. Dus ja, ik ga gewoon even lekker eten. En werken. En dan check ik jullie straks. Doei! Oké, ik wil bij deze heel even terugnemen wat ik eerder gezegd heb. Ik zei toevallig net, rijstvellen zijn helemaal lekker, bla bla bla. En het maakt niet uit welk merk je hebt. Nou, guess again. Maakt wel uit. Dit merk is altijd goed. Ik weet niet eens eigenlijk wat voor merk het is. Dit logootje, maar voor de rest, ja, rijstpapier is niet het merk. Oké, ik denk dat deze een soort van merkloos is. Maar in ieder geval, als je deze verpakking ziet. Die me wel enigszins verwarde eigenlijk. Want ik dacht dat dit echt voor lumpia's was. Omdat dit eruit ziet als lumpia, niet als rijstvullen. Maar blijkbaar, dit is de goede. En er is nog een merk wat sowieso goed is. Maar in ieder geval, deze hou ik dus wel eens. En Jeff die zei dat hij van de toko van zijn ouders mee zou nemen. Dus ik zal hem of morgen of vandaag nog even laten zien welke nog meer goed is. Want dat is volgens mij een ander merk. Maar deze heb ik van de Albert Heijn. En die zijn echt niet goed. Echt niet. Ten eerste worden ze niet goed zacht. Dus hij blijft best wel hard. Gewoon best wel lang. En kijk. Ik zou er eentje uithalen. Nou, het valt nu al uit elkaar. Ze zijn helemaal gebroken. Ja, zo kun je het goed zien achter mijn computer. Hier kun je dus gewoon bijna niks meer mee maken. En ik heb wel vaker rijstvellen gewoon echt vervoerd. En ja, zeg maar. Dus, en er is nog nooit een rijstvel gebroken überhaupt. In de verpakking zelf. Dus ik weet niet wat deze fabrikant gedaan heeft. Maar dit hoort niet. Dus ik dacht, weet je, oké, de bovenste paar zijn gebroken. Ik pak er één vanuit het midden. Want daar zullen ze waarschijnlijk niet gebroken zijn. Maar ook in het midden zit er gewoon een hap uit. Dat ik echt denk van, kijk, ze zijn wel, hier kun je nog op zich nog een rijstvel mee maken. Maar het gaat erom dat ze allemaal gebroken zijn. En ook gewoon in het midden. Dat ik echt zoiets heb van, alsof ze ermee hebben zitten kneden in de winkel of zo. Kijk, als je het echt bewust breekt of zo. Het zou kunnen dat dit een misser is. Maar dan nog. Kijk, die zie je ook allemaal. Maar dan nog is het zo dat deze veel harder zijn. Die ander is veel zachter, zeg maar. Dit merk is veel zachter. En degene die Jeff altijd meeneemt. Volgens mij gebruiken we 3 merken of zo. En ze zijn allemaal goed. Maar deze is echt, hij blijft een beetje hard. En hij wordt heel moeilijk zacht dus. En die andere worden ook nog gewoon goed zacht in zelfs koud water. Want soms staat het water een tijdje. En dan ben ik een half uur aan het eten. En dan gebruik ik nog hetzelfde water. Omdat ik te lui ben om het weer opnieuw te verwarmen. En dan werkt het ook gewoon in koud water. En dit werkt echt gewoon, zelfs in heel heet water. Zelfs dan wordt het niet perfect. Dus ik denk dat ik deze gewoon met pijn in mijn hart gewoon ga weggooien. Terwijl het was echt 2 euro voor het hele pakket. Nog duurder ook. Want hier stond dan een merkje op. En die ander heeft geen merkje. Maar ik dacht, weet je, ik wil gewoon rijstvellen. En ze hadden die ander niet bij de Albert Heijn. Dus ik dacht, nou ja, dan maar wat duurder. Omdat ik zo verslaafd ben aan rijstvellen. Maar echt, dit is gewoon echt 3 keer niks. Hier kun je gewoon niks meer mee. Dit kan ik gewoon weggooien. Echt heel zonde. Dus ik ben een beetje pissig. Ik weet, volgens mij kun je nog naar de Albert Heijn terug gaan. Om dan te zeggen van, joh, dit product deugt niet. Maar ik weet niet of ze dat bij deze doen. Want ik zou natuurlijk ook bijvoorbeeld kunnen kneden. En ja,
ik weet niet. Voor de rest, zeg maar, het doet wel wat het belooft. Maar het is veel harder en het blijft veel langer hard dan die andere rijstvellen. Dus, helaas. Ik ga deze niet meer kopen. En ik raad hem ook aan niemand van jullie aan. Nee. En wie is er thuis? Dit jongetje. Hi. En hij heeft net zijn baard en zijn snoer afgeschoren. Ja. Kijk hoe jonkie je bent. Dan ben je weer 16. 16-jarigetje. En ga niet de Walking Dead kijken. Ja. Omdat ik je lief vind. Alleen daarom. Alleen daarom. Niet omdat je toevallig al het heel weekend op aan het wachten bent. Nee. Het heeft er niks mee te maken. Ja. Je echt stout. Later, pik. Later. Walking Dead, dipsaus en chips. Komt door je hebt iemand hebben met dipsaus en chips. En nu ben ik ook slecht bezig. Oh. Super lief. Jij heeft van de toko rijstvellen meegenomen. En ik had nog beloofd om jullie te laten zien welk merk ook goed was van rijstvellen. De ene die ik dus gebroken was, die is niet fijn. Maar deze zijn echt, dit zijn de beste. Dit komen van de toko van Jeff's ouders. Bamboo Tree heeft het merk volgens mij. Oeh, en deze rijstnoedels. En deze zijn echt super chill, want hier zitten er echt bizar veel in. Er zitten er hier denk ik echt een stuk 100 in of zo. Ja, echt een stuk of 200 zit er in of zo. Ja, in totaal. Even kijken, staat het er altijd... Ja, staat... Het is heel raar. Het staat van dat er tussen de 95 en de 105 stuks in zitten. Ja. Dus of 10 stuks minder of 10 stuks meer, ja. Maar het is niet, waarschijnlijk dus niet echt... met een automaat gedaan. Maar als ik deze eenmaal in huis heb, dan hoef ik echt de komende maanden niet meer te kopen. Ik heb er zelfs twee, dus super nice. Dankjewel, liefde. Geen probleem. Nou, we hebben net de Walking Dead gekeken en nu gaan we lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!